We gaan nu eens even naar Paul en die gaat stilstaan beginnen met de afroeping van de renners. 213! 245! Ah, eindelijk zie ik u nog eens. Ja, dat is even geleden. Ja. Alles goed? Ja, ja. Ja, ze zeiden vanochtend dat er sancties op staan. Voilà, en de Mazarijnen die zijn al vertrokken met een snelle start van de Belgisch kampioen de Geoffrey Maas. En dan is het wachten op het startsignaal voor de Masters 2. Voilà, en het fluitsignaal is geklonken. Dat wil zeggen dat de baan vrij is voor de start van de Master 2 categorie. En dan krijgen we nog een volgende start natuurlijk van de Dames Elite. Voilà, en de Dames Elites zijn ook van start gegaan voor hun motion hier in Moosje. Van het Vlaanders criterium, de Vlaanders Cup. Hoe hangen die dames voor het ogenblik? Want ik heb met het podium niet. Laura 1 en de andere meisje met special is daar weer. Is Laura al 1? Ja. En bus! Ze moeten in bus! Ik vraag een juist ouderdomsdeken. Willy Moos hier voor vijf fietsen. Elis en de Kloofter. Willy Moos met 480 punten. Dat was voorlopig de tussenstand hier bij de Masters 2. Zou dat niks voor u geweest? Ik weet het niet. Voor u, ja. Dat is de eerste. Dit gaat maar eens weg, joh. Speed van onze purk op. Kom aan, Godi, hij is nu pas boven. Hè. Kom aan. Hè. Oeh, dat is pech, dat is gevallen. Nou, weet je wat dat is? Hey, dat links just, hè. Dat waait. Papa, ik heb het. Hey, kom maar, Gerrit. Goed, kom maar. Hop. Alles wel vol naar beneden. Ja. Ja, maar gewoon was goed, hè? Ja. Kom maar aan, Ron, ja. Kom maar, Ronnie. Thank you.
Ja, Laura. Ja, die ken ik al. Ja, maar dat is een goeie, hè? Ja, ja. Laura toch bijna. Ja. Want ik heb die filmpjes gezien van de Schwarzwald. Ja. Dat was schoon, hè? Ja, ja, ja. Verdomme. Maar dat is toch ook schoon, hè? Ja. Ja. En dat vuur, dat kan zo blokkeren, hè? Ja, ja, ja. Ja, ik ben nu met hè. Ik wil me eigenlijk in de nieuwe halen. Ik weet niet wat ik wil doen. Wat ik wil doen. En de gewone, aan de 29er inch. Daar zit zonnigens met nou, hè. Waar is het? Ja, ja, ik wil hem maar. Wat? Everything alright? Something wrong? Just the Berlin afgehangen. What? The Berlin is afgehangen. Ja. En die komt van de smalle, van de kleine. Is die in de smal? Nee, dikke. Dikke, ja, ja. De moeite voor ons hier in de buurt te gaan voor niet alleen de volgende data van Londen. Hier de vrijwaarde tijdens deze finale. We hadden de hele dag willen dansen op een zondag voor de dansplaats. We krijgen de beide kampioenen in de verschillende geslachtsdelen bijna naast elkaar. De Nederlands kampioen Laura Tupijn en Jeff Rimas. Met een gigantisch applaus voor de demonstratie van Belgisch kampioen Jeff Rimas. Voilà, het is gedaan. En de wedstrijd. We opletten inderdaad. De strip die daar toch veilig is gerold, dus allemaal hebben we ooit haar verwelkomen op een warme Limburgs applaus. De Nederlandse van begin tot einde, Nederlandse kampioenen. En het is de koningin van de tril van mij, Laura Tupijn, die even die lange tijd uitsteekt als oefen zegen is binnen. Jacobs die ook heel de wedstrijd daar in de tweede positie heeft gevochten. Provincie. Nog altijd even sterk. Ja, maar toch, het was net opgekomen. Ja. En is ook altijd aanwezig op de volgende. De tweede dame komt die ook einde hier van de wedstrijd. Van haar. Dus Nederland voorlopig hierboven. Wegkapert zijn eerste en de tweede. En we uitkijken naar de Belgische Rita Mikus. Eerplei, je drie vingertjes in de rug. De dame met de twee vlekjes. Eentje links en eentje rechts natuurlijk, Gita Michiels, voilà. Dus de eerste drie dames zijn ook al binnen. En het parcours om en rond de strui van Beringen uit te steken. En je hebt gezegd dat, oké, ik ga ervoor. Rijklaan, hartelijke proficiat ja, de eerste aan deze ouderdomsmannen. De mannen die aan het begin van de mountainbike sport hebben. En dan liggen dan al genoeg in de kliniek. Dat ook richting de aankomstzone aan het komen is. Master 2 aankomt er eerst. Ronnie Geert, proficiat jongen, met een dijk van een wedstrijd hier een one-man show te geven. Hey, doe ja. Dat ik wel, hè. De koers was in het begin al mee en had zij ons een tiental meter op een gegeven moment. Maar toen haalde ik binnen en zei ik dat er een rechte lege boven was. Ik wil Jan altijd wel bedanken voor die 5 jaar als ze mij gesteund heeft. Maar het is tijd voor een nieuwe win.
Ook voor deze deelnemer aangesloten bij Langdorp Mountainbike Team. Ze hadden alleen boven vergeten toe te doen. Ja. En ik nog een keer, ik doe dat bosje, die afdaling. En ik zeg, dat kan niet, dat ik van voren zit. En toen riepen ze dat ik verkeerd had gereden. Maar ik kon er eigenlijk niet aan doen, want het licht was open. Want er was zelfs geen lint. En Steffi was kwijt op deur. En toen heb ik gewacht totdat iedereen me weer voorbij gestoken had. Dus dat ik weer uit mijn plek erin en koers wat dat kreeg. En toen is Steffi weer een boom mee. Maar ja, uit een deur, achter de ronde. Kom ik dichter en dichter op uur. En ik heb dan een einde voor uur kop getrokken. Ook zei ik, Steffi, kan ik dat niet aan doen? Ja. Het kampioen van België en de heerser natuurlijk van de Tour van Bergemeen, dames en heren, Jeffrey Haas. En dan nog eens een welverdiend applaus voor dit mooie podium met Gerrit Elfos, Bonnie Jacobs en Jeffrey Haas. Dames en heren, vandaag Bonnie is. Uit de straat Borstel heeft Ronnie Geets deze wedstrijd naar zijn handen gezet. En ook een welverdiende bloedkuil. Alles verdiend natuurlijk. Op nummer 3 geëindigd de Belgische uitkomend voor het KRC Truck Racing Team. Met de welverdiende bloemen van de bescheerde van sport Gilbert Lambrechts. Uit Nederland en ook een welverdiend applaus van MTL Speciaal Racing Team. Voor proficiat aan Vida en een mooie wedstrijd Anne. Op bloemen overhandigd door Gilbert Lambrechts, de scheerder van sport hier van stad. En dames en heren, een welverdiende applaus voor Laura. De schitterende van Sport Gilbert Lambrechts en aan de gedeputeerde van de provincie Limburg, sectie Stad Walter Kremers. En dan nog eens eens van ons allemaal een welverdiend applaus. Ja, dat gaat wel. We zijn naar de WK geweest. Ja. Ja, dus we zullen even lachen naar de race vooraan, want de fotografie valt. En dan maken we plaats voor de huldiging bij de pasgesprek. Voor het mooie en voor het barfijn, want overal winnaars Joyce van der Beek zit in de United States of America. Voor op huldiging. En dan is een welverdiend applaus erbij. Naar de wedstrijd die nu te zien is, de Apple de Roze hier op zondag kapot op 3 uur zijn al tijd.